De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is bergschik. Welkom, Farouk. Fijn om hier te zijn, Mathieu. Yes, ik denk dat je wel komen ook. Ja, absoluut. Absoluut. Ik wou dat wel doen. Je hebt nu ook een weekje verlof. Hoe voelt Farouk Özgenes zijn verloving? Hoe kom je tot rust? Ik ben juist een week naar Frankrijk geweest. Dus in de buurt van Bordeaux. Omdat het maar een week was, zijn we ook niet gereden met de wagen. Omdat dat is een dag op, een dag af. Dan kom je nog altijd doodmoe terug. Dus nee. Gewoon met vliegtuig. Dat was al 3 maanden geleden geboekt. Wisten wij toen dat Frankrijk ondertussen een rood land ging zijn. Maar goed, eigenlijk. Het is vakantie in coronatijden. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden was het eigenlijk moeilijk om onderscheid te maken tussen werken en gewoon leven. Omdat je ook vooral thuis bent. Het is niet dat je zegt, ik ga nu naar een bureau. En ik werk en ik kom dan terug of zo. Het werk was eigenlijk constant aanwezig. In mijn beroep is dat eigenlijk ook wel zo. Het is niet dat je echt zegt van, je bent geen journalist. Op het moment dat je een redactie binnenstapt. Nee, je bent dat ook als je thuis bent, als je in de wagen zit, als je iets hoort. In het weekend, 's avonds, 's morgens. Dus op zich maakt dat niet veel uit. Maar goed, dus ik ben dus een week terug. Ik heb nu nog een week om nog eens een aantal zaken op orde te zetten. En dat is voor mij ook vakantie. Dat hoeft niet altijd een zonnige bestemming te zijn. Dat kan ook gewoon tijd zijn die je neemt om voor jezelf even een pauzeknop induwen. En de zaken die je misschien al lang uitgesteld hebt om die eens te doen. Dat kan ook evengoed het opruimen zijn van je bureau. Ik ben iemand die heel graag stapelt. Dus ik maak hoopjes. tot ik mijn tafel niet meer zie. En dan is het zo, oké. Dit moet ik nu echt wel doen. Maar je hebt wel nog structuur in je eigen chaos, of niet? Ja, though this be madness, there is system in it. Probeer dat toch wel. Probeer toch altijd wel geordend, ongeordend te zijn. Je bent geboren in Ankara, volgens online Wikipedia. Mm-hmm. Maar je bent verzeild geraakt en ook in Sint-Truiden. Hoe is die link gekomen? Eigenlijk, ik ben... hoe zou ik zeggen? Ik ben eigenlijk een kind van een migranten... een migrantengezin. Dus mijn vader is in de jaren 60 is naar België gekomen om hier te werken in de mijnen. Wij kunnen ons dat vandaag misschien niet meer voorstellen, maar toen was de mijnbouw een van de sectoren waar dat niemand nog in wilde werken, omwille van de ongezonde leefomstandigheden. Maar dat was wel een sector die de economie doet draaien, vooral de staalindustrie. Dus er was eigenlijk heel veel tewerkstelling nodig. En in die jaren heeft België echt wel een beroep gedaan op buitenlandse werknemers, om te zeggen, kom hier, kom werken alsjeblieft. En die werden dan gerekruteerd, bijvoorbeeld in Turkije. En de verhalen die mijn vader mij toen vertelde, was dat er hele wachtlijsten stonden. Niet alleen België, maar ook Duitsland. Mijn vader wilde eigenlijk naar Duitsland gaan. Maar blijkbaar wilde iedereen naar Duitsland. En dat duurde wel lange wachtlijsten, maar dat was ook ik kon ook naar België komen, dat ging naar rapper. En dan is mijn vader naar België gekomen, heeft dan in de Cité gewerkt in Beringen. En dan na een aantal maanden, maar op het moment dat hij vertrok, was mijn moeder al zwanger. En dat ging ook niet om dan meteen ook mee te komen, want het was enkel de arbeider zelf die dan gevraagd werd. En dan, als je daar dan... Nee, want vergeet ook niet, die sprak ook geen Nederlands. Hè. Dus ik heb dan... mijn vader is ondertussen overleden, maar ik heb zo... na zijn dood nog heel boekjes teruggevonden. Zo van die stencils die ze dan in de mijn nog gebruikten. In 4 verschillende talen. Om dan tegen de arbeiders te zeggen... Ja, het is nu schafttijd. Het is nu... je moet nu terugwerken. Het is dit of het is dat. Eigenlijk nog wel... dat is zo'n periode dat we eigenlijk niet echt kennen. En... maar goed, na mijn geboorte, 6 maanden later, is mijn moeder dan
naar België gekomen, in het kader van gezinshereniging. En dan hebben wij kort in Beringen gewoond, in Zonhoven. Ik ben eigenlijk altijd in Limburg blijven wonen. Mijn vader is dan gestopt in de mijnen, omdat het ook niet zo gezond was. En dan, met heel veel omzwervingen, ben ik uiteindelijk toch in Sint-Truiden terechtgekomen. Wat voor een jeugd heb je er eigenlijk gehad? Ja, mijn jeugd was eigenlijk een vrij turbulente jeugd, in die zin dat ik opgegroeid ben met Turkse ouders. Altijd in Limburg gewoond. Mijn ouders zijn dan op een bepaald ogenblik gescheiden. Op het ogenblik dat wij nog in Turkije zaten en wij daar eigenlijk achtergelaten werden. En ik moest dan, ik denk dat ik juist naar het eerste leerjaar ging of geweest ben. En ja, dat was een hele leidensweg om dan terug naar België te geraken zonder papieren of niks. Dus mijn zus was er toen ook. Ik heb dus een moeder alleen met twee kinderen, die wel een link heeft met België, want wij woonden ook in België, maar dan zonder papieren. En dan naar het consulaat en dat uitleggen en zo. En dan uiteindelijk, na heel veel moeite, toch teruggeraakt in België, echtscheiding. En dan is mijn moeder gaan werken in Sint-Truiden. In de Monroe-fabriek. Mijn moeder was ook mijn vader ook was gewoon een fabrieksarbeider, een fabrieksarbeidster. Hè. Dus, en daar heeft ze dan Julien leren kennen, Vlaming. En dan heb ik eigenlijk zo rond die leeftijd van 6, 7, heb ik een Vlaamse jeugd gehad eigenlijk. Voor 10 was het een volledig Turkse, hè, Turkse ouders. En dan een Vlaams-Turkse. Maar omdat Julien uiteraard geen Turks sprak en dat mijn moeder ook zei van ja, maar ik wil hem ook niet uitsluiten uit onze conversaties of wat dat we ook zeggen van vanaf nu spreken we enkel nog Nederlands, Vlaams, Sint-Truidens, hoe dat je het ook wilt noemen. En dan is eigenlijk mijn echte Vlaamse jeugd begonnen. Zelfs als ik op school zat, ik had alleen maar Vlaamse vriendjes. En er is ook niemand die zei, hey, zo'n rare naam of dit of dat. Trouwens, als je ziet, je weet dat mijn naam wordt met OE geschreven. Hè? Farouk. Ja, ja, ja. Hè? Ja. Maar in Turks bestaat dat dus niet. Hè? Okay. Dus op die U-klank wordt in het Turks met een U geschreven, zoals in Duits de U. Dus mijn naam is eigenlijk F-A-R-U-K in het Turks. En in het Nederlands is dat met O-E. Ik heb het zo geleerd op school. Hoe heet je? Farouk. Ah, oké. Okay. Farouk is O-E-K. En ja, dat is iets wat nog altijd, ik zal niet zeggen dat mij parten speelt, maar dat blijft mij gewoon achtervolgen. Want als ik in Turkije ben en ze zien Farouk, dan kunnen ze dat niet uitspreken. Dan zeggen ze Farouk. Ik had als kind, als we op vakantie gingen, ik had zo'n t-shirt, daar stond dan Farouk op. O-E-K. Wat is dat? Farouk. Dat is Farouk. Nee. Dus en, op je pas staat er O-E, niet U. Nee, op mijn pas, op mijn, nee, op mijn identiteitskaart ja. Staat Farouk met een U. Op zijn Turks, uiteraard. En mijn volledige naam is eigenlijk Ömer Farouk. Maar die Ömer wordt niet gebruikt, dus Farouk eigenlijk. Dus, maar de U, dat wordt dan, dat kunnen de Vlamingen, dat kunnen dat dan weer niet goed lezen, weet je. Dat is dan Farouk. Farouk zeggen, ja. Farouk, dat is dan ook weer niet. Ja. Dat is zo'n beetje, ken je Kader? Kader Kürbüz? Ja. Dus die zet een accent op haar A, omdat haar voornaam is Kader. In het Turks is dat, maar in het Nederlands is dat Kader geschreven. Dus zij heeft daar een accent op gezet Maar zelfs in Turkije bestaat dat accent zelfs niet, dus allee, als je het juist doet uitgesproken hebben, is het toch wel... Ja. Maar ik heb gekozen voor de Vlaamse spelling, dus... Oké. Okay. Nou, je studies ook, of voor je studies misschien, van journalistiek en vertaaltolk, heb je ook nog legerdienst moeten volgen? Ik heb nog mijn legerdienst gedaan, ja. Ja, heb je ook op de persdienst gezeten? Ja. Hoe is daar zeg maar, je passie ontstaan voor journalistiek? Laten we zeggen, ik ben van opleiding eigenlijk vertaler, Duits en Engels. En ik heb tijdens mijn studies heb ik avondschooljournalistiek gevolgd.
En dat kwam eigenlijk omdat ik mijn eerste jaar heb overgedaan. Ik vond dat zo, zo jammer en zo'n tijdverlies dat ik... ik zag een advertentie voor de school, voor het Instituut voor Journalisten, een avondschool. 3 dagen per week. Ik dacht, ik denk dat dat wel, dat boeide mij ook wel. En ik heb dat dan gecombineerd met mijn studies. Dus overdag ging ik naar de tolkenschool. En dan, dat was ook maar in Brussel, was ook vlakbij. En dan 3 keer per week, dat was denk dinsdag, donderdag en zaterdag, naar die opleiding, 2 jaar. En ik heb die dan en ik was eigenlijk klaar met mijn opleiding journalistiek, voor ik echt afgestudeerd was als vertaler. En dan wist ik ook van, ik ga mijn studie afmaken, maar ik ga nooit vertaler worden. Ik wil journalist worden, ik ga mijn eigen teksten vertalen of eigen teksten schrijven. Ik ga niet iemand anders zijn teksten vertalen. En dan, toen ik afgestudeerd was, moest je dan je legerdienst doen. Omdat ik 2 nationaliteiten heb, moest ik eigenlijk mijn legerdienst ook in Turkije doen. En in die tijd, ik weet niet of het nog altijd bestaat hoor, kon je je legerdienst in Turkije afkopen. Dat betekent dat je, ik denk 10.000 frank of zoiets, ik weet niet hoeveel dat bedrag was, maar eigenlijk was dat wel veel geld. En dan moest je maar 1 maand je legerdienst doen in Turkije. Dat was eigenlijk een soort privilege voor al die Turkse jonge mannen die over de hele wereld verspreid zaten. En die onmogelijk 18 maanden naar Turkije konden gaan om hun legerdienst te doen. Plus, dan heb je heel veel moeilijkheden om terug het land binnen te komen. Van, ben je 18 maanden geweest? Dus wat hebben ze gezegd? 1 maand, je betaalt. Je gaat een opleiding, maar iedereen zit daar in die kazerne en niks te doen. En na 1 maand kom je gewoon terug, alsof je op vakantie bent geweest. Nu, België aanvaardt dat soort legerdienst niet. Die zeiden van, ja, maar dat doen we niet. Hè. Dus als je legerdienst wilt doen, dan moet dat een volwaardige legerdienst zijn. En ik zag dat niet zitten om 2 legerdiensten te doen. Uiteindelijk, ik heb dan toch mijn Belgische legerdienst gedaan. En achteraf is dat dan ook rechtgezet binnen de NAVO en ik weet niet wat allemaal. Maar voor Turkije heb ik ook mijn legerdienst gedaan. Anders moest ik ook nog eens betalen of naar daar gaan. Dus toen ik afgestudeerd was, heb ik mijn legerdienst gedaan. En ik heb daar dan bij Televox, dat is de tv-afdeling, de tv-redactie van het leger, heb ik daar 1 jaar lang reportages gemaakt en het nieuws gepresenteerd. Voor de Belgische militairen in Duitsland. Cool. Dat heette zo de BSD, de Belgische strijdkrachten in Duitsland. Dus die zaten toen in alle kazernes verspreid over Duitsland. En voilà, en dan ben ik teruggekomen. Maar als je 1 keer die weg naar de journalistiek hebt gezet, hè, tijdens je studies en dan ook tijdens je legerdienst, ja, dan is het uit het een komt het ander. Dus, en dan ben ik gaan solliciteren bij VTM. En voilà, ik zit dan nog altijd, zo had mijn eerste job eigenlijk. Oké, ja, bij VTM. Hoe zit je eigenlijk bij VTM aan terechtgekomen? Solliciteren. Ik had eigenlijk mijn sollicitatie bij VTM is eigenlijk een uit de hand gelopen weddingschap. Mijn collega Peter van Kamp, die werkte bij Vox, dat was het bladje, en ik werkte voor Televox, dat was de tv-uitzending. En die zei van, we gingen ongeveer samen afzwaaien. Hij zei, ik ga bij VTM solliciteren. Ik zeg, Peter, je hebt geen tv-ervaring. Maar ik ga daar voor niks werken en ik ga stage doen en ik ga dat aldoende leren. En dan was ze van, maar wacht, ik heb hier 1 jaar lang tv-reportage gemaakt, gepresenteerd en zo. Ik zeg, als ze iemand aannemen van ons 2, dan gaan ze mij toch rapper aannemen dan u. Ja, nee, zeg, weet je wat, al 2 solliciteren. En, maar goed, uiteindelijk was dat wel moeilijker dan dat ging. Ik had gedacht dat dat vlotter ging gaan, maar dat was helemaal niet. Dus ja, dat ook. Dus ik ben eigenlijk, dat had ook te maken met mijn naam natuurlijk. Hè. Ik dacht ook van, als je een sollicitatiebrief stuurt en een motivatiebrief en alles erop en eraan, dan zeg je eigenlijk, ik ben die persoon, ik heb dat gestudeerd en ik wil hier heel graag komen werken. Oké, werkervaring nog niet. Hè. Je hebt wel wat ervaring met tv maken. Dus wat had ik gedaan? Ik had bij mijn sollicitatiebrief 2 cassettes
toen nog VHS-cassettes toegevoegd. Eén cassette stonden al mijn nieuws, al mijn presentaties. En dan zie je tenminste wie dat ik ben, hoe dat ik overkom, wat ik doe. En de andere cassette waren al mijn reportages die ik voor het leger gemaakt had. Ik dacht van, neem een brief, dacht van, dat gaat indruk maken. En 2 weken gaan voorbij, ik hoor daar niks van. Ik denk van, wat is dat toch? Dus ik bel en de hoofdredacteur toen, Gabi Feerts, die zei dan van, ja, ik denk toch niet dat je het juiste profiel hebt voor bij ons te komen solliciteren. En we zoeken meer iemand die dit of dat, of ik weet het niet, maar in elk geval. En dan zei ze een naam en ik dacht van, ja, maar dat gaat niet over mij. Ik zei, ik denk dat je, misschien is dat een naamsverwisseling ik zeg, maar heeft u naar die cassettes gekeken? Dat zegt mij meer, hè, want dan zie je wie dat ik ben. Of zie je tenminste, ik wil beoordeeld worden op mijn werk of hoe dat ik... Ah, nee. Welke cassettes? Ik zeg, mevrouw, bij mijn sollicitatiebrief zaten 2 cassettes met mijn presentatie. Ah, ik heb dat niet gezien. Ik dacht, als je solliciteert, moet je wel iemand een verre kans geven. Ik dacht, van, dit is toch niet... Ik vind niet dat je niet correct behandeld wordt. Dus ik heb die eigenlijk wekenlang gestalkt. Gestalkt in die zin van om de week eens gebeld om te vragen, heeft hij ondertussen die cassettes al teruggevonden? Heeft hij al eens bekeken? Nee, dit en dat. Wat zij niet wist, was dat ik ondertussen ook gesolliciteerd had op de sportredactie van VTM. En dat komt zo, toen ik nog studeerde, werkte ik als freelancer op de sportredactie van Belga, persagentschap. En mijn taak was eigenlijk gewoon om sportuitslagen te verzamelen. En dat was ook zo van, jij bent toch vertaler, hè? Hier, vertaal dat eens. En dan kreeg ik van die Belga, van die DPA's of AFP, telexen van, oké. Okay. En dan begon ik die te vertalen. Hè. Dus en zo leer je eigenlijk toch wel de stijl, hoor. Door bestaande journalistieke teksten te vertalen. En dan, uw chef die controleerde dat dan, of die verbeelde, die zei, ja, dat moet je zo zeggen, of dat is niet juist. En gaandeweg leer je dat dan eigenlijk wel. Wat is nu het grappige eigenlijk? Dus ik heb daar een heel jaar lang, in het weekend, dat was een weekendjob, teksten achter sportuitslagen. Het is niet dat mij dat echt interesseerde, maar dat was een job. Dus ik vond dat eigenlijk toch wel boeiend. En ik kon leren schrijven. Ik leerde daar eigenlijk de stijl. En om op de sportredactie van VTM te kunnen beginnen, wat was de opdracht? Ik kreeg zo'n bundel... Telex. Ik moest daar een sportnieuws van maken. We zijn een aantal berichten selecteren, inkorten, herschrijven en voor de camera brengen. Ik zit hier daar door te gaan, ik kom mijn eigen teksten tegen. Ik van, oké, dat is interessant. Dat is, bij Belga doe je niks anders dan triëren. Hè? Dus je weet ook van, er komt heel veel Amerikaanse basket. Dat moeten we niet hebben. Belgische competitie. Ah, die voetbal. Dan weet je van, dat is het eerste wat je doet. Selectie. Dat erin. En dat moet eruit. Dat moet erin. Oké. Dat is hier interessant. Ah, mijn eigen tekst. In korte, schrijven. Ik heb een jaar lang niks anders gedaan dan nieuws presenteren en teksten schrijven. Dus ik denk van, oké, dat is allemaal. En dus ik heb gewoon daar die teksten gewoon... En ik weet nog dat was Hugo Simons, dat was toen de directeur sport. Die zei dan, ja, de eerste keer, als geslaagd, de eerste keer, dan mocht je al eens meekomen. Dan een tweede keer mocht je al eens wat dichterbij komen. De derde keer mocht je al eens bij de journalist in de montagecel gaan kijken. De vierde keer mocht je misschien al eens iets doen. Alleen na 10 keer misschien dat je al eens een verslag mocht maken. Dus ik doe mijn presentatie. Ik lees dat voor. Ja, voor mij was dat eigenlijk... Dus ik zat gewoon in de flow, wat ik altijd doe. Alleen voilà, ik mocht direct beginnen. Dus op de sportredactie. Dus mijn eerste verslag bij VTM is een sportverslag, hè. En je moet je voorstellen, dus dat wordt dan, mijn verslag komt op tv,
mijn stem, mijn naam, alles erop. En dan begint bij Vaars natuurlijk de frank te vallen van... Dat is toch die ene die mij hier al een week zit te stalken om, om journalist te worden bij de nieuwsdienst. En zij heeft mij onmiddellijk een vast contract aangeboden. En samen met Peter van Kamp, dus we zijn al twee samen begonnen. Fantastisch. Dus, maar het punt is eigenlijk, hè, is dat je nooit moet laten afschepen. Dat is eigenlijk, ongeacht, mensen kennen je niet, mensen weten niet wie dat je bent. En je moet je uiteraard wel bewijzen, je moet wel iets laten zien. Maar, dus ik weet ook, een naam, dat is een vreemde naam, wat dan ook. Hè, dat maakt, hoe moet ik zeggen, dat schrikt af of je weet niet goed wat je daarvan moet denken. Ja, als je die naam, of je hebt misschien bepaalde vooroordelen over, maar dat mag je nooit weerhouden als je afgescheept wordt om dan op te geven of zo. Je moet altijd denken van, kijk, geloof in jezelf. Als je denkt dat je het kunt, dan moet je dat ook laten zien en je moet het ook doen. Ja. Dus ik ben nooit ergens gediscrimineerd of wat dan ook, maar ik vind ook wel, je moet ook niet nooit de kans daartoe geven. Je moet altijd laten zien wie dat je bent, wat dat je kunt. Zeker niet laten ontmoedigen. En hoe snel heb je die shift gemaakt van sport naar... Doordat je bent aangenomen geweest? Ja, maar ik ben dan aangeworven op de Algemene Nieuwsdienst. Hè. En dat was dan, okay. Hugo Simons was dan weer kwaad, omdat hij mij een kans gegeven had om. En dan kwam... Nu, als ik dan aangetoond had dat ik het wel kon, dan werd ik in één keer weggeplukt. En dan mocht ik gaan... Maar goed, dat was een vast contract. In die periode werkte ik ook voor Radio 1. Ja, ik kom juist uit het leger, ik moet wel iets doen. En het was zo dat ik in de week dan radioreportages maakte en het weekend mocht ik dan op de sportredactie van VTM werken. Nu, toen mocht dat nog, was dan heel compatibel. Wij hadden ook nog bij VTM ook geen voetbalcontract. Hè. Dus er was genoeg sportnieuws. Ik ging dan naar het volleybaltoernooi in de Witte Molen in Sint-Niklaas. Ja. Sportnieuws wel vullen, veldrijden. Ja, de VRT had het voetbalcontract, hè. Dus ja. Maar goed. Maar ik heb daar wel veel geleerd, hoor. Zeker als sportjournalist moet je heel flexibel zijn. Je mag meestal pas gaan monteren als iedereen klaar is. De meeste journalisten hebben een uur de tijd om te monteren. En als je op de sportredactie had je een half uur of zo. Meer kreeg je niet, want dan begon het sportnieuws. Dus het is wel een goede leerschool geweest. Ja, je zegt ook dat je er in dat proces een beetje gediscrimineerd bent geweest. Is dat soms nog iets waar je mee geconfronteerd bent? Dat is niet echt gediscrimineerd, maar dat is zo... Je voelt wel, er is een vooroordeel over wie dat je bent. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor, als je iemand niet kent, of als je iemand... En dat kan ook zijn, hè, dat je met iemand een gesprek hebt, of aan de telefoon, dat kan maar vlot zijn. En totdat je dan een persoon voor je ziet, en dat je dan als werknemer kunt verschieten, wat is dat hier? Of hoe gaat dat daarmee? Allee, ik ben me daar echt wel van bewust, hoor. Dat nog altijd dagelijks gebeurt. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar overal. Hè. Mensen die een huis gaan zoeken of een woning of whatever. Hè. Of bij de bank. Daar mogen echt daar niet blind voor zijn, hoor. Ja. Hoe groot is eigenlijk uw respect voor uw ouders, die eigenlijk alles hebben in staat gesteld om u naar de universiteit te kunnen laten gaan? Ja, het is eigenlijk toch vooral mijn moeder, hoor. Ja. Mijn vader was, ik had daar toch wel een iets getroubleerde relatie mee, ja, omwille van die echtscheiding en dit en dat en zo. Maar het is vooral mijn moeder die echt wel altijd mij aangemoedigd heeft om te gaan studeren. Omdat mijn moeder, daar is ook nog een hele voorgeschiedenis aan, die kwam uit een gezin. Dat was zo arm, dat gezin, dat ze afgestaan is aan een rijk gezin. Een doktersgezin. En waardoor dat zij eigenlijk een soort assenpoester opgroeide in dat gezin. Die had ongeveer dezelfde leeftijd als de kinderen. Het verschil was dat zij altijd moest kuisen, opruimen. Dat was daar een gratis huishulp. En die kinderen die mochten allemaal gaan studeren, behalve zij. Maar omdat zij studeerde en de ene werd dan ingenieur, de andere werd dokter en ik weet niet wat allemaal. Maar door het feit dat zij, dat was echt wel een kemalistisch gezin. Mm-hmm. Ze wil zeggen, opgegroeid volgens de westerse waarden, volgens Atatürk. Hè, dus geen sluier,
geen Arabisch schrift, maar echt zo scheiding tussen kerk en allee, maatschappij. Staat, ja. Ja, kerk en staat. Dus dat was echt wel zo'n heel progressief gezin. En, maar toch, ja, zij was daar gratis hulp. Maar mijn moeder heeft wel gezien dat... en zij heeft eigenlijk, doordat die kinderen studeerden, heeft zij heel veel mee opgepikt. Want ze zei dan bijvoorbeeld, mijn stiefbroer, hè, zo, die, dan zo, die studeert voor dokter. En als die dan zijn cursussen zat, die vertelde dat dan aan mij. Omdat hij dat makkelijker kon studeren. Dus ik was dan zijn publiek. En zei van, en zo heb ik eigenlijk ook begrepen dat ik echt wel, als ik mijn kinderen niet moeten studeren. Dus ze heeft dat daar opgepikt. Omdat ze daarin gelooft dat, zij ziet ook een rechtstreekse link tussen gaan studeren en uw kansen in de maatschappij. Ja, die komt eigenlijk gewoon uit een arbeidersgezin. Hè. Dus ja, dan kunnen zeggen van, ik had dat even goed kunnen verder zetten en ook arbeider. Niks mis daarmee hoor. Maar als je mogelijkheid hebt, of als je verstandelijk genoeg bent om hogere studies aan te kunnen, why not? Dus. Is je mama dan ook nu eigenlijk heel super trots op je, omdat je dan ook je eigen ambitie hebt kunnen waarmaken? Mijn moeder is jammer genoeg al een hele tijd geleden overleden, maar ze heeft dat allemaal wel meegemaakt. Hè. Dus ook als ik ben begonnen bij VTM, was daar heel fier over. Dat hele huis, dat ging vol met fotokaders van krantenartikels en zo. Ja, die was daar heel fier over, echt waar. Omdat ze dan toch het gevoel had van, mijn kinderen hebben dan toch iets bereikt. Dus dat is wel... Ja. Okay. Wat is zo voor jou een van de grootste levenslessen geweest dat je hebt meegemaakt? Levenslessen? Maar het is niet dat ik trauma's heb opgelopen of dat je zegt van dit moet nooit meer. Nee, ik moet zeggen, ik ben toch wel wat gespaard gebleven daarvan. Nee, ik moet zeggen, het moment dat je zelf ouder wordt, ja. Dat wil dus zeggen dat je papa wordt en je hebt zelf ook geen, je twee ouders zijn overleden en je hebt zelf kinderen, dan voel je een enorme verantwoordelijkheid, omdat je dan voelt van, er is zo'n shift van, ik ben nu eigenlijk mijn eigen vader geworden, weet je wat ik bedoel? Ook al was die vader altijd afwezig, mijn Turkse vader dan. Voelt een enorme verantwoordelijkheid, omdat je weet van hoe dat jij gaat zijn, gaat een enorme impact hebben op dat kind, hoe dat kind gaat evolueren, hoe dat gaat terugdenken aan zijn jeugd. En het beeld dat jij hebt over opvoeden of hoe dat je vindt dat je moet opgevoed worden, je weet ook niet hoe een kind zoiets ervaart. Ik moet zeggen, door die hele turbulente jeugd, ik mag dat eigenlijk toch wel zeggen. We zijn ook altijd op reis geweest naar Turkije met een auto en ik heb ook heel veel van die familieruzies meegemaakt. Dus voor mij, mijn belangrijkste dingen daarin is, vanaf mijn Limburgse of mijn Vlaamse jeugd heb ik echt wel rust gevonden in mijn jeugd. En dat is iets waar ik altijd naar gestreefd heb. Het was echt zo van, oké, een rustig, familiaal leven. Zonder spanningen, zonder... En dat is eigenlijk wat ik nu ook, wat ik gewoon bij thuis ook doe. Ik zeg, mijn kinderen hebben een... wij groeien op in een... Ik zeg dat altijd tegen de kinderen ook. Eigenlijk is dat heel saai. Ik bedoel, wij zijn heel voorspelbaar, heel saai. Als je thuis komt van school, alles staat daar. Je trekt de ijskast open, je zit eten in. En dat is elke dag hetzelfde. En dat vind ik eigenlijk, voor mij is dat iets, die stabiliteit, die rust, voorspelbaarheid vind ik heel belangrijk. Iets wat je eigenlijk als kind vaak gemist hebt, omdat je ook niet wist van, zeker wij hebben daar maanden bij in Turkije vastgezeten, omdat wij niet teruggeraakten. Ik moest naar school gaan, ik kon niet naar school. Ik wist ook nooit, kom ik terug, kom ik niet terug, wat gaat er gebeuren? Al die onzekerheid, dat is iets wat je weet van, dat wil ik niet meer. Ik wil ook niet mijn kinderen in zo'n situatie brengen. Dus ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd van, kijk, als je avontuur wilt beleven, doe dat. Als je 18 bent, als je buiten bent. Maar nu, je jeugd, dat gaat eigenlijk vrij rustig, saai, voorspelbaar, stabiel. Dat is het. Maar ik kan me dat voorstellen, hè, als je... het omgekeerde is dan ook. Hè, het moment dat je dan wil je van alles gaan beleven.
Maar ik heb het gevoel van, als kind, ik heb genoeg beleefd en ik hoef dat niet meer. Ook zoals reizen naar het buitenland. Ik kom van het buitenland, dus ik hoef daar niet per se naar terug. Ja. Ja, dus ik vind eigenlijk, ik ben echt wel zo, ik ben heel huiselijk. Ik kan, vast. Ja, maar ik kan echt met thuis, ik kan een hele dag op het werk zijn, of met allerlei zaken bezig. Maar als ik thuis kom, dan ben ik thuis. Dat wil dus zeggen van, nu sluit ik de wereld af. Binnen dan dat, nu is dit is van mij. Dat heb ik echt wel nodig. Ja, want je bent ondertussen ook al denk ik meer dan 20 jaar samen met je vrouw, Nathalie. Die ook heel ambitieus is. Hoe manage je dat eigenlijk samen dan met je 3 kinderen bijvoorbeeld? Mijn kinderen zijn ondertussen al wat ouder. Dus dat betekent ook dat je op vakantie kunt gaan zonder ze mee te pakken. Je krijgt ze ook bijna niet meer mee. Dat is zo'n periode. Ja. En mijn dochter die is dan op kamp geweest met Kazoo. Mijn zoon heeft een vakantiejob. En dan de oudste die woont en werkt in het buitenland, die zit in Madrid. Dus, maar goed, dat is. Maar ik ben ook heel laat aan kinderen begonnen. En dat is op zich vond ik dat eigenlijk nog niet zo slecht. Vaak sta je voor de keuze van, oké, je carrière of je gezinsleven. En ik moet zeggen, ik heb in het begin eigenlijk ook, toen ik pas begon, ik heb altijd voor mijn werk gekozen. Dat heeft ook mijn eerste huwelijk gekost. Maar goed, zonder kinderen. Dus ik heb mij volledig op mijn werk gesmeten. En dan voel je natuurlijk na verloop van tijd. En ik denk, ik heb mijn vrouw leren kennen toen ik 37 was. En dan, denk ik, 2 jaar later hadden we al een kind. Dus eigenlijk op late leeftijd. Maar op dat moment sta je al ergens in je carrière. Dus je moet ook niet de hele tijd keuzes maken van, ik moet kiezen tussen mijn werk of mijn gezin. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk doelbewust gekozen voor mijn gezin. Omdat je dan die balans veel beter in de hand had. Ja. Zonder iets te kort te doen aan mijn werk hoor. Maar je kunt beter, betere keuzes maken. En voordien was ik vrij zwart-wit. Alles of niks. Ja, wat ik wel heel cool vind is, ik heb die namen ook van die kinderen. Dus ik vind dat je heel coole namen aan die kinderen hebt gegeven. Ik vind het echt cool, echt waar oprecht. Zo. Alfie, denk ik, Milan en Billy. Ja, maar Alfie is eigenlijk mijn stiefzoon, want die was, dat is eigenlijk het zoontje van mijn vrouw. Die was dus al 3 toen ik haar leerde kennen. Maar dat is al Alfie de derde of zo, want zijn vader heet ook Alfie en zijn grootvader heet ook Alfie. Dus, maar ik vind dat ook een heel coole naam hoor. En dan Milan. Ik wou ook niet bewust een Turkse naam, ik wou ook niet echt een Vlaamse naam. Vaar ook mijn U? Ja, nee. Dat is sowieso niet mijn naam hoor. Maar ik vind ook niet dat je Mark Özgünes of zo, dat slaat ik nergens op. Dus ik vond dat zo. Vind ik ook niet geslaagd eigenlijk. Dus ik vond wel een naam eigenlijk komt de naam van Milan Kundera, de schrijver. En ja, ik vond dat wel. En ik heb in de klas heb ik dan gezien dat er nog andere Milans zaten. Ik denk dat ze met 3 Milans zaten. Ja, dat is wel niet de naam tegenwoordig. Ja, en ondertussen is hij wel 19. En dan en Billy vond ik eigenlijk ook wel zijn ook een hele mooie naam. Ja, in het artikel geeft uw vrouw denk ik ook aan dat jullie eigenlijk tegenpolen zijn. Hoe verschillend zijn jullie eigenlijk, Farouk? Tegenpolen in de zin van, mijn vrouw is super goed georganiseerd. Die is echt ook planmatig en dat geeft mij ook een soort, moesten we 2 chaoten zijn, dat zou niet goed komen. 2 mensen die planmatig bezig zijn, zou ook niet goed komen. Dus op dat vlak vul je elkaar aan. We moeten nog zaken hoor, waar je elkaar aanvult. Mijn vrouw kan heel goed koken, dus ik voel mij ook niet gechallenged om dat te overtreffen of zo. Dus ik vind dat... Ja. Wat is ook het geheim van een langdurige relatie? Ik vind dat... Ja, we zijn nu bijna 20 jaar samen. Dat is bijna een curiosum eigenlijk, hè, vandaag de dag. Dat is zo, ja. Ik weet dat niet, maar ik denk dat dat ook gewoon komt. Ik moet ook de... Dat is ook mijn tweede huwelijk. Uh-huh. En na een bepaalde leeftijd denk ik ook wel dat je
meer weet wat je van elkaar verlangt of wil, of dat je elkaar aanvult. En zoals ik gezegd heb, ik had ook niet echt, ik heb ook niet echt die keuze moeten maken. Ik mijn vrouw heb leren kennen tussen mijn carrière gaat voor op mijn gezinsleven of op uw relatie of zo. Maar zij weet ook dat ze getrouwd is met een journalist. Dat betekent ook, ik kan elk moment weg moeten gaan of op de meest onvoorspelbare dagen en momenten moeten werken. Oké, je weet dat van elkaar. Maar dat is ook iets van geven en nemen. Je kan niet verwachten van ik trouw met een journalist en ik verlang wel dat je elke avond om 6 uur thuis bent. Zo werkt dat ook niet. Dus het is elkaar een beetje vinden daarin. Ja. Is er trouwens al een van uw kinderen, Farouk, die ook de journalistiek wilt ingaan? Of niet? Nee, maar ik heb wel een dochter. Ik heb maar één dochter, Billy. Die neigt toch een beetje naar haar vader. Mijn huis staat vol met boeken over misdaad, seriemoordenaars. Heb je die van Leeuwen? Misdaadboeken, wat? Van Paul Meijer. Wat? Van Paul Meijer. Ja, ik heb met Paul Meijer de boekenbeurs naast hem gezeten. Dat is best wel toen dat er nog een boekenbeurs was in Antwerpen. Maar ik heb eigenlijk heel veel boeken over crime, over misdaad. En ja, mijn dochter die leest ook heel graag. En dus is ook enorm geïntrigeerd door alles wat met misdaad te maken heeft. Ik denk dat zij, zegt dat nu al, dat zij criminologie wil gaan studeren. Zij is nog maar, is nu juist 15 geworden. Ik wist op mijn 15e niet wat dat criminologie was of wat ik wilde worden, maar zij weet dat blijkbaar wel al. Dus niet dat ik haar aanmoedig of zo hoor, maar het is gewoon door, waarschijnlijk door, moet ik zeggen, de onderwerpen of door het feit dat ik daar altijd op het werk mee bezig ben of op tv kom. Mijn kinderen, ik verplicht dat niet om naar het nieuws te kijken, maar als ik thuis kom, dan kijken we ook wel altijd naar het nieuws en dan kijken ze mee. Nu is het gemakkelijk en nu kijken we vaak uitgesteld naar het nieuws. Omdat je nog altijd wil samen eten en dan is de tv meestal af. Dat is ook zo'n punt, hè. Dat vind ik ook wel, we hebben één moment, mijn vrouw kookt elke dag, is dat wij s'avonds altijd het moment hebben dat we samen aan tafel zijn. Ook al werk ik laat, als ik niet na 10 uur of zo, maar als ik pas om na 8 uur thuis ben, dan wordt er gewacht tot ik thuis ben en dan eten we allemaal samen. Dus omdat het is het enige moment waar je het hele gezin samen hebt, waar ook kan gepraat worden over wat er gebeurd is die dag, wat er op je maag ligt of wat je meegemaakt hebt. Dat vind ik wel goed. Dat is het enige familiemoment. Ja. Het ontbijt is al moeilijker, hè, want de ene staat dan nu, dan staat een ander op. Dus morgen is er ook geen tijd naar school. En s'avonds is het echt wel. Heb je eigenlijk nog veel stress ook als je voor de camera moet staan? Ik vind dat je zo. Maar dat is. Ik denk dat. Dat is je moet een adrenaline voelen. Als ik nu het nieuws presenteer. Ik heb dat nu de afgelopen weken gedaan. Dat is een gezonde spanning. Ja, het nieuws begint, je hoort die tune. En je weet van, oké, this is live, hè. je kunt daar niet nonchalant in zijn. En je hebt die kick nodig. Je hebt die even zo, dan zijn ze terug vertrokken, hè. Die rush. En dan val je onmiddellijk in je routine, omdat je wel weet wat er gaat gebeuren, wat de volgorde van het nieuws is, die stukken zijn klaar, ik kan die aankondigen, dat gaat komen. Maar het rare is dus, ook als ik thuis ben, en ik kijk naar het nieuws en je hoort die begintune, dan is diezelfde rush komt dan terug. Dus, je bent helemaal geconditioneerd. Eigenlijk. Ja, maar dat is iets positiefs hoor. Maar het is niet dat je doodgaat van de zenuwen of zo. Dan kan je ook niet optimaal werken. Ja. Ja, je hebt het trouwens misschien al gezegd, maar ben je eigenlijk een echte nieuwsjunkie, Farouk? Omdat je ook zegt van ja, als ik thuis kom, dan slaat ik dat af. Maar
ben je er ook iemand die echt nog wel op je nieuws, allee, nieuws blijft volgen eigenlijk op allerlei verschillende manieren? Ja, maar wat ik bedoel met afsluiten is, hè, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die de hele dag op kantoor zitten en die dan thuiskomen en dan zeggen van, nu gaat het beginnen, nu wil ik dat doen, nu wil ik dat doen en ik ga daar naartoe en dit. En bij mij is dat juist omgekeerd. Ik vind dat ik op een dag eigenlijk al genoeg beleef om, ik moet eigenlijk geen kicks meer hebben. Ik wil eigenlijk mij afsluiten of zeggen van oké, okay, even de knop uit, zeggen van ik heb genoeg gehad, ik moet even een rustmoment hebben. Dat is wat ik bedoel. Het nieuws gegeven, als ik naar mijn werk rijd, luister ik naar de radio, als ik terug thuis kom, en ik moet zeggen, het radionieuws is eigenlijk om het uur, is dat hetzelfde bulletin. Wat ik bijvoorbeeld wel doe, dat is eigenlijk om mijn Frans een beetje te onderhouden ook. Ik luister om 8 uur luister ik naar Radio 1. Ik luister ook op, ik heb al ondertussen ook naar Ons Nieuws ook al geluisterd. En om 9 uur bijvoorbeeld luister ik naar RTBF. Het radionieuws, dan hoor je hetzelfde nieuws, maar dan ook eens in het Frans. Met de juiste woorden en met de andere dingen. Ah, dat zeggen ze zo. Oké. Zo onderhoud je eigenlijk ook iets. Ik probeer 100%. Ook. Ik zit heel veel in de wagen. Hè. En je kunt een muzieksknop zetten, maar ik zet altijd podcasts op. En of dat nu, soms ik probeer ook een taal te leren in de auto. Dat is heel raar. Ik heb zo'n podcast, 101 Russian. Dan wil ik per se Russisch leren of Arabisch of zo. Van die vreemde talen zie ik zo een uur lang Russische zinnetjes te debiteren. Hè? En dan kom je aan en dan eigenlijk... 5 minuten ben je dat altijd vergeten. Maar dat is zo... maar ik vind dat je zo... En daarom ook dat ik naar podcast luister. Ik vind dat je die tijd nuttig moet besteden. Je kunt niet altijd lezen. Hè? Ik probeer wel zoveel mogelijk te lezen, te beluisteren. Hoe moet ik zeggen? Ik moet af en toe mijn gedachten kunnen verzetten ook. Gewoon eens in een andere, iets totaal anders doen. Maar is die constante stroom aan informatie dan niet super vermoeiend? Omdat je toch wel enigszins altijd alert moet blijven voor inkomend nieuws. Ja, maar weet je, als ik 's morgens een krant lees, en dat valt mij op, dat is... ik zou niet zeggen dat je er op 5 minuten door bent, maar je bent toch heel snel... Dat is het nieuws van de vorige dag. En het nieuwe nieuws, laten we zeggen het nieuwe verhaal, dat staat van voor. En ofwel ben je daar 's morgens al mee opgestaan op de radio, omdat dat verhaal prominent in de picture is, dan lees je dat nog eens na. En al de rest, behalve wat zij verhalen, heb ik de indruk van, dit ken ik al, dit weet ik al, dit heb ik gevolgd. En je leest gewoon, je gaat gewoon op zoek naar de nieuwe elementen, wat je nog niet wist. Dus ik ben eigenlijk vrij snel door die informatie, omdat je daar, dat is een constante flow, hè. Dat is, ik zou niet zeggen dat het nieuws dat een soap is, maar het is wel een voortdurend verhaal, waar hier en daar wat nieuwe plots komen. En als je één keer dat verhaal kent, ja, dan moet je gewoon kijken, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. En dan zie je ook dat er heel veel herhaald wordt. En bijvoorbeeld Afghanistan. Ik heb de afgelopen weken... toen ik het nieuws presenteerde, dat was zo, de Taliban rukken op. Ze hebben nu al zoveel steden veroverd. Een dag nadien, de Taliban komen dichterbij. En dan, de Taliban zijn al genaderd. De Taliban staan voor de poorten van Kabul. Ja, oké, okay, dan moet je niet zeggen van, oei, de Taliban zijn in één keer... je weet dat, omdat je dat volgt. Dus dat is een running story en ja, je moet gewoon weten, oké, wat is het nieuwe element? En dat is hetzelfde met corona, dat gaat over gelijk welke ontwikkelingen. Als je één keer, het is daarom ook dat je moet je altijd heel goed verdiepen in iets. Ik probeer dat journalist toch. Ik lees ook, mijn vrouw zegt ook, als jij leest, je leest zo traag. Ik zeg, ja, maar ik lees studerend. Ik kan zelfs geen gewoon boek. Ik lees bijvoorbeeld geen romans. Ik vind echt geen, hoe moet ik zeggen, vooral non-fictie. Hè? En dus als ik iets lees, ik wil daar ook iets uithalen. En ik wil die informatie kunnen opslaan. Dus ik lees dat alsof je een cursus leest. Dus ik wil niet alleen begrijpend lezen, maar ook gewoon, ik wil dat kunnen opslaan en onthouden. En daarom ook dat is gewoon veel trager. Maar als je zo één keer
je verdiept hebt in een aantal materies, dan merk je op van, ja, je kunt er altijd op terugvallen voor later kennis. Dus. Ja. Nog een quote die ik graag zou willen aanhouden, die ook met journalistiek te maken heeft, die is van Denzel Washington. Die heeft ooit gezegd, je kent hem misschien, if you don't read the newspaper, you're not informed. If you read the newspaper, you're misinformed. Wat is uw visie daarover? Ik weet niet wanneer hij dat precies gezegd heeft, maar misschien slaat dat ook op de Amerikaanse media. Maar het is eigenlijk, hoe moet ik zeggen, aan nieuws is er geen gebrek. Mm-hmm. Klopt. We worden er compleet mee overstuipt. Alleen, wat is betrouwbaar nieuws en wat is fake nieuws? En ik merk dus dat wij vallen dan onder, zeker als je voor tv werkt of voor VTM, wij vallen onder de massamedia, omdat je probeert zo groot mogelijk publiek te bereiken. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd, dat is ook onze taak, wij willen mensen informeren. Dat wil dus zeggen, met correcte informatie. Wij gaan ook de zaken die wij brengen, we gaan die ook checken. En wij brengen dat ook niet voordat we zeker zijn dat die, wat we brengen, ook klopt. En je kan ook nieuws brengen of verhalen brengen, omdat je daar een bepaalde bedoeling mee hebt, omdat je de actualiteit wil beïnvloeden, of dat je iets wil bijsturen, of dat je iets wil benadrukken. En dan zit je al, ik zeg niet dat je dan met fake news bezig bent, maar je zit toch al in die richting. Wij proberen eigenlijk zo breed mogelijk publiek zo goed mogelijk te informeren. En dat is nu, zeker in zo'n tijden, is het van belang dat je dus een aantal ankerpunten hebt in de media. Als mensen mij zeggen, ja, ik heb dat gelezen of dat gelezen. Het eerste wat ik vraag is, waar heb je dat gelezen? Ah, op het internet. Het kan op een Facebook zijn. Oké. Ik wil dan weten, oké, en wat is je bron? Is dat een website? Ja, dat is zo. En dan zie ik meteen aan de website, is dat, ik vind dat zomaar een schimmige website. Zeker als het over corona gaat. Hoeveel berichten dat er niet allemaal verschenen zijn. Mensen die zeggen van, dat werkt niet. Of uit een studie blijkt dan, oké, en welke studie mag dat dan zijn? En wie schrijft dat dan? En dat zijn zaken die ik wel echt wel wil weten. En als mensen jou dan afkomen met een schimmige website, met een schimmige studie, ja, natuurlijk ga ik daar niet in. Ja, maar dat is ook de media. Mensen maken soms niet het verschil tussen, niet altijd het verschil tussen wat ze gelezen hebben op een website en wat dat wij doen. Wij, daarmee bedoel ik, wat zijn we dan? Massamedia? Allee, hoe moet ik zeggen? Ik vind dat wij het werk dat wij doen, correct informeren. En eigenlijk moeten wij ervoor zorgen dat we al die valse verhalen die eronder doen, dat we die gewoon kunnen tegenspreken. Of dat we zeggen van, kijk, dat mag wel zo zijn, of die mag dat wel beweren. Ja, maar dat is een prof of een dokter die dat beweert. Oké, maar daar tegenover zijn er misschien 1000 die het omgekeerde beweren. Dus wie moet je dan eigenlijk geloven? Ja, dat is hetzelfde ook met die vaccinatie. Dan word je om de oren geslagen van, ja, maar hier is iemand die zich heeft laten vaccineren en 3 dagen later was die dan dood. Dus dat komt wel van die vaccinatie, zie je wel. Ja. Ik weet ook wat er gebeurt als je niet gevaccineerd wordt. Hè. Dus. Maar goed. Ja. Dus ik zie dat wel, dat we daar een belangrijke taak hebben, dat informeren. Zeker nu, in deze periode. Ja, hij voelt die quote ook aan van ja, op den duur is er zoveel info dat je eigenlijk niet de nood creëert om waarheid te vertellen, maar om eerst te zijn. Dus dat geldt misschien niet voor de Amerikaanse medialandschap, maar ervaart je dat in België ook al zo, dat mensen liever eerst willen zijn in de plaats van echt met onderbouwd artikel te komen? Of onderbouwde... Nee, natuurlijk wil je als eerste met een verhaal afkomen. Hè. Ja. Dus hè, dat is dan de primeur, hè, zoals het dan heet, de scoop. Maar als je ziet nu hoe dat je, als je nu een verhaal brengt als eerste, en natuurlijk heb je dat dan gecheckt of geverifieerd, tenzij dat er iemand in één keer doodgevallen is, dan moet je dat nog altijd checken. Hè. Was gisteren Charlie Watts en dan Wilfried van Moer. Ja, je gaat niet iemand doodverklaren totdat je zeker weet dat ook klopt. Dus de snelheid wil zeggen van dat je alert bent en dat je
zo rap mogelijk jouw kijker wil, of lezer wil informeren. Maar die informatie moet ook nog allemaal geverifieerd zijn. Je kan niet zomaar iets poneren en zeggen van, we zijn het ondertussen nog allemaal aan het uitzoeken. Nee, er moet nog een tweede verhaal en dat moet vrij snel kunnen volgen. Maar wat mij opvalt bijvoorbeeld vandaag de dag is, als je met jouw medium, in dit geval VTM Nieuws, als we met een verhaal komen, een primeur of wat dan ook, we zijn de eerste, dat duurt geen 5 minuten of dat wordt meteen opgepikt. En in het begin word je dan nog geciteerd, zeggen dat zegt VTM. Dat is waarschijnlijk om u in te dekken, om te zeggen van ja, we hebben dat nog niet kunnen checken. En zodra dat dan bevestigd is, dan verdwijnt de bron en dan wordt gezegd dat is bevestigd aan onze redactie. Ja, voilà. Dus na 10 minuten is jouw verhaal is al van iedereen. Dus, maar goed, dat is nu eenmaal de race waar dat we in zitten. Hè. Ja, ik heb ook onlangs een heel leuke podcast van Björn Soenens ook aangehoord, over journalistiek ook, over mm-hmm. zijn beroep ook. En ik vond een heel mooie podcast. En daaruit leid ik eigenlijk af van, ja, hoe moeilijk is het eigenlijk, Farouk, die objectiviteit of die in uw berichtgeving te bewaren? Ja, maar als dat gaat over Björn, een recente en nu vanuit Amerika, ja. Dan merk je dat eigenlijk, dat viel mij toch wel op, dat Amerikaanse zenders, Fox en CNN, om ze niet te noemen, compleet mekaars tegenpolen kunnen zijn. En toch een eigen publiek aanspreken. Dat betekent dus ook, we weten ook toen Trump president was, hoe er echt een oorlog was tussen Trump en CNN. Waarbij CNN uitgesloten werd van persconferenties, uitgemaakt werd voor verspreiders van fake news. CNN die dan super kritisch was voor Trump, terecht ook. Want dat is iemand die... in zo'n positie moet je eigenlijk constant tegen het licht kunnen houden. En dan merk je dat eigenlijk dat dan Fox News een complete tegenpool is van CNN, die dan meer de president gezind zijn en dan verhalen ook helemaal anders beginnen te brengen. Dus wat je dan krijgt is dat je een medium hebt waarbij, hoe zou ik zeggen, Als je voor of tegen Trump, als je tegen Trump bent, ja, dan ga je gading meer vinden bij CNN dan bij Fox News. Als je een aanhanger bent van Fox News, ja, dan ga je eerder daar jouw nieuws halen dan bij CNN. En dat is iets wat je in Amerika heel hard hebt, vind ik, die tweespalt. En dat de publieke opinie eigenlijk nog eens verdeeld wordt, afhankelijk van welke krant of welk medium je consulteert. Vroeger... had je bij ons vroeger, dat is pak 50 jaar geleden, had je een enorme verzuiling in het medialandschap. Had elke strekking had zijn eigen krant, hè, zoals ze zijn eigen vakbond had en zijn eigen sociale en culturele werken. Bijvoorbeeld, je wist ook dat De Standaard, hè, dat was gewoon een katholieke krant, en die staken dat ook niet onder stoelen of banken. De Morgen, De Vooruit, dat waren socialistische kranten. Het Laatste Nieuws is altijd een liberale krant geweest. Nu is dat onderscheid veel minder, maar vroeger was dat echt wel uitgesproken. Dan kon je aan iemands krant zijn politieke overtuiging achterhalen. Vandaag speelt dat allemaal niet meer zo. Dus ik denk dat eigenlijk een beetje weggevallen is. Om op je vraag te komen, objectiviteit... je moet uiteraard objectief zijn. Al is er in alles wat je leest, is er ook altijd subjectiviteit. Waarom? Omdat het nieuws wordt geschreven door journalisten. Dat zijn subjecten. En ieder bekijkt, benadert dat van op zijn manier. Stuur 5 journalisten naar dezelfde persconferentie en je krijgt 5 verschillende verhalen. Waarom? Omdat... toch gaat het over dezelfde persconferentie en de informatie zal dezelfde zijn. Het is enkel hoe dat je het benadert. En daarom ook is het misschien niet slecht dat je elke... Je begrijpt ook wel dat iemand die De Morgen leest, dat is een ander publiek dan iemand die De Standaard leest. Of iemand die De Tijd leest, of iemand die Het Laatste Nieuws leest. Of Gazet van Antwerpen, of Het Nieuwsblad, of Belang van Limburg. Dus je moet daar ook je gading in vinden. En ook al gaat het over dezelfde feiten, er staan ook niet... het is niet dat compleet anders verwoord wordt. Nee, maar het is gewoon
hoe de feiten jou gepresenteerd worden. Ja. Ja, want in diezelfde podcast had Björn ook aan van ja, emoties maken het denken feilbaar. Hoe gaat jij daarmee om, je emoties? Eigenlijk omdat je ook toch bij bepaalde berichtgeving toch ook wel gevoelens of emoties zullen worden opgewekt. Dat hangt er vanaf, hè. Als jij moet berichten over een persoon die je totaal niet kan uitstaan, en je moet daar toch over berichten, of waarbij je toch bepaalde reserves hebt, dat mag niet doordringen in jouw berichtgeving. Je moet daar gewoon neutraal in zijn. Hè? Dus neutraal is zelfs nog beter dan objectief. Het enige objectieve is de temperatuur in een thermometerhut. Die is objectief, waarneembaar voor iedereen. Het is 18 graden. Maar als ik aan jou vraag, wat vind je van het weer? Ik vind het een beetje fris. En dan is dat ik vind het aangenaam. Dat is subjectiviteit. Zie je? Ja. Dus terwijl we over het exact hetzelfde praten. Dus, maar ik vind wel, als je over emoties... Ik vind als je een ramp... Neem nu Wallonië, die overstromingen. Je kunt dat niet brengen zonder emoties. Met emotie bedoel ik een zekere betrokkenheid. Je kan niet zeggen, het water is gestegen, zoveel huizen zijn ondergelopen, er zijn een aantal mensen verdronken, en voilà. Je maakt daar toch wel een bepaalde betrokkenheid. Je kan daar niet zo afstandelijk over berichten. Dus er moet een zekere betrokkenheid bij zijn. Maar dat is nog iets anders dan het leed gaan uitvergroten of meteen al bepaalde zaken overdreven benadrukken. Dus het is een moeilijke oefening, hoor. Dat is een oefening die we elke dag moeten doen. Want wat is waarheid? En uiteindelijk is dat is een beetje vertrekkend vanuit je eigen leefwereld en de perceptie dat je van iets of iemand hebt dan toch, at the end of the day of niet. Ja, maar dat is met alles zo, hè. Neem een verkeersongeval. Hè. En waarom praten ze met verschillende getuigen? De ene zegt, ja, ik heb dat gezien. En de andere zegt, je weet, één is geen. Hè. Dus één getuige, dat telt niet. Je moet minstens twee of drie mensen hebben die hetzelfde verhaal vertellen. Maar ja, iedereen beleeft iets vanuit zijn standpunt. En je kunt ook niet meer doen dan zeggen, ik heb dat zo gezien, ik heb dat zo meegemaakt. En goed... ik vind dat moeilijk, hoor. Maar over wat je nooit mag doen, en dat is wat we gezien hebben onder Trump, is die alternative facts. Feiten zijn feiten. Je mag daar niet een andere draai aan geven of een andere uitleg aan geven. Als iets gebeurd is, is het gebeurd. En voilà, dat moet voor iedereen... En daar stopt het eigenlijk, of daar is de grens. Als je feiten begint in vraag te stellen, ja, oké. Okay. Er zijn mensen die nog altijd niet geloven dat er mensen op de maan zijn geland. Hè? Dus, oké. Okay. Iets wat ook recent gebeurd is, en voor de werk moet je ook af en toe reizen. Zo onlangs ook naar Ivoorkust geweest. Mm. Daar ben je ook gearresteerd geweest, omdat je een reportage aan het maken was in de buurt van een gevangenis. Mm. Hoe was die ervaring? Kan je dat beschrijven, wat er toen gebeurd is? Ja, maar dat was eigenlijk... ik was daar voor de uitlevering van Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker. Die werden uitgeleverd aan ons land. Dus wij waren daar, we zijn daar naartoe gegaan. En zo'n gevangenis, dat is anders dan bij ons. Hè. Ook als je maar in de buurt komt van een gevangenis, mag je ook niet filmen. En ik was een stand-up aan het doen voor het nieuws. En stand-up moet zeggen dat je gewoon zegt van kijk, achter mij zitten ze in die gevangenis en... Over enkele dagen, of vandaag, of morgen vertrekken ze, worden ze uitgeleverd. Dat was zelfs niet opgenomen met een grote camera. Dat was mijn gsm opgenomen met mijn collega Marieke Lust. En ja, dat viel daarop. En dat is ook typisch. Ik heb dat in Marokko heb ik dat ook gehad, als ik aan het filmen was. Is dan, hoe zeg je, ja, permis? Pardon? Een toelating om te filmen. In België hebben we geen toelating om te filmen op straat. Maar in een aantal landen heb je dat dus wel. Hè? Dan moet je echt wel... Ik heb ooit in Marokko meegemaakt. Stond ik ook een stand-up te doen aan een gevangenis. En Ashraf Sekaki zat toen in de gevangenis. En kwam ook iemand zeggen van... heb jij een permis? Ik zeg, van wie moet ik een permis hebben? Van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie.
Oh no, nee, dat hebben wij niet. In België doen we dat niet. Ik mag aan de gevangenis van Sint-Gilles of van Vorst gaan staan. Dan gaat niemand komen vragen. Heb jij wel een vergunning om hier te staan op straat? Nee. Dus, maar goed. Maar had je ook geen schrik toen je gearresteerd werd? Maar nee. Wat kan er gebeuren? Allee. Het is uiteindelijk een vreemd land waar je gekend bent. Dat wel, maar je bent ook journalist. En dat vind ik eigenlijk wel... ze gaan niet zomaar journalisten in een bak steken. Nu hebben ze wel in een bak gestoken. Maar je weet wel dat daar... je hebt een heel thuisfront eigenlijk. Hè? Je hebt een redactie. En ik moet zeggen, op het moment dat ik mijn gsm moest afgeven, heb ik nog net kunnen zeggen van kijk, we worden hier opgepakt. En dan was de gsm uit. En dan, na een aantal uur binnen, heb ik gezegd van ik zou toch graag iemand willen verwittigen. En toen bleek dus dat iedereen op zoek was naar waar zitten jullie eigenlijk? Want de politie weet niet waar jullie zitten, maar dat was een gevangenis die bewaakt werd door militairen. En heb ik gezegd, we zitten in die gevangenis. En ik mocht dan bellen, iemand verwittigen. Ik heb gezegd van, kijk, we zitten in die gevangenis, daar en daar en zo. En ondertussen is dan de diplomatie op gang gekomen en dan... Hebben ze zich geëxcuseerd? Nee. Maar, dat is ook geen land als ik daarvoor excuseer. Ik dacht het al. Maar nee. Maar goed, ik vind... als dat is in de uitoefening van je job, ja, dan is dat wel op zich... Voelt u ergens wel beschermd of moet ik zeggen... Ik heb ook altijd een perskaart bij, of zo'n internationale perskaart. Het is niet dat u helpt, maar dat maakt wel... Allee, zeggen van, ik ben hier wel om te werken. Snap ik. Ja. Nu, iemand die we alle twee hebben geïnterviewd, is Mark van Ranst. Je hebt in zijn safehouse geïnterviewd. Het was niet echt in zijn safehouse. Het was tussen twee safehouses. Ja. Hebben we die kans gehad. En... er was recent ook een dreiging vanuit zelfs extreem rechts, vanuit Nederland zelfs, tegen DPG Media ook. Over de locatie, denk ik, voor Mark van Ranst achterhalen. De man is ook heel actief op Twitter. Hoe kijkt je eigenlijk naar een publiek persoon als Mark van Ranst, omdat je hem ook hebt geïnterviewd? Ja, Mark van Ranst is niet alleen gekend als viroloog, maar is ook als een actieve twitteraar. Ik heb hem dat ook gevraagd tijdens dat interview. Ik heb hem al verschillende keer bij mij ook op de set gehad. Van, waarom doe je dat eigenlijk? Maar hij vindt dat daar... Hij voelt zich geroepen om mensen, niet alleen mensen die hem persoonlijk aanvallen, maar ook andere mensen die foute meningen... Nee, geen foute meningen is het woord niet. Foute feiten, gewoon vals nieuws verspreiden over zijn domein. Om hen op een plaats te zetten. En hij zegt dat ook. Hij heeft dat ook met die Willem Engel gedaan. Hè. Zeggen van, uw kennis over de virologie, dat kan je op de achterkant van een postzegel schrijven en dan heb je nog plaats over. Dus hij is wel heel dominant in zijn domein. Dus hij pikt niet dat er mensen zonder enige kennis van zaken poneren waarvan hij pertinent weet van, dat klopt hier niet, je zei die mensen niet blaasjes aan het wijs maken. Ik ben helemaal niet zo. Ik ben niet iemand... Ik heb ook een account op Twitter, maar ik doe dat heel, heel passief. Ik volg eigenlijk vooral mensen. Ik wil gewoon mee kunnen volgen wie zegt wat en zo. Maar ik ga me absoluut niet moeien in discussies. Want wat je ook zegt op Twitter, je krijgt dus toch altijd wel bagger over je heen. Wat dat je ook goed bedoelt, slecht bedoelt, wat dan ook. Dus ik vergelijk dat soms met een café waar je binnen gaat en nog voordat je een pint besteld hebt en dan een mot gekregen van iemand van de een of de andere. Dus, allee, ik weet niet. Het is zo, ik heb daar een dubbele relatie mee. Ja. Niet alleen Twitter hoor, ik heb ook een Facebook-account, ik zit op Instagram. Maar dat is eigenlijk vooral om bereikbaar te zijn. En ik merk ook dat ik heel veel berichten krijg, direct messages, mails. Ik ben ook heel toegankelijk. Als mensen mij willen aanspreken, ik heb ook een heel simpel mailadres. Dat is gewoon, dat is farouk@vtm.be en dat is van mijn programma. Maar dat komt wel aan bij mij, dus ik zie al die mails ook binnenkomen. Daar komt heel veel op binnen. Ja, mensen die problemen hebben, ik kan dat ook allemaal niet oplossen. Hè. Als dat gaat over interfamiliale zaken of
verstoorde relaties of over ja, persoonlijke kwesties. Ik kom daar nooit over. Echt scheidingen en ik kom daar allemaal niet intussen. Maar ook mensen die zeggen van ik heb dat meegemaakt of is dat niks voor het programma of zou je dit, wil je dit eens onder de aandacht brengen of ik heb nieuws voor u of ik heb een tip of dat soort, dat vind ik wel belangrijk, die interactie tussen u als journalist en uw publiek vind ik wel belangrijk hoor. Ja. Dat je ook altijd bereikbaar bent en dat je daar, als je mensen, hoever dat je mensen kan vooruit helpen of iets kan zeggen. Zonder veel te beloven, natuurlijk. Dat is waar. Nu iets heel anders ook. Een collega van u in Nederland, Peter R. de Vries, is helaas ook... ik vond dat ook dat was een event dat me ook zwaar heeft aangegrepen. Ik ben er ook door overdonderd geweest. Hij is geliquideerd geweest door het criminele milieu. Hoe heb jij die periode eigenlijk meegemaakt? Ik was in thuis. Ik heb die... berichten, dat was pas rond 9 uur, 8:30, dat die eerste berichten binnenkwamen. Ik zat gewoon thuis en ik ben toen eigenlijk volledig overgeschakeld naar Nederlandse tv. Dat staat, bij mij staat dat op 100, bij Telenet. Dus het is niet dat je daar elke dag naar Nederlandse tv zit te kijken. Maar ik heb toen wel die hele avond daar verder gevolgd, tot 's avonds laat. Ik was daar enorm door aangegrepen, omdat Peter R. de Vries is toch, dat is echt wel een fenomeen, een monument in Nederland. Zeker ook wat hij gedaan heeft als journalist. Heel opmerkelijk, als misdaadjournalist. Heel veel zaken aan het licht gebracht, zaken waar politie en justitie niet uitgeraakten of een bepaald oordeel over hadden. En dat dan achteraf toch anders bleek te zijn. En natuurlijk, als zo iemand echt koudweg op straat wordt geliquideerd, dat is het eigenlijk. Hè. Als je iemand 5 kogels in zijn hoofd schiet, dan is het niet dat je... Dat is geen waarschuwing, hè. Dat is echt een vonnis. Hè. Dat is een doodsvonnis. Dat wil ook zeggen, naar journalisten toe, om te zeggen van kijk, niemand is ongenaakbaar. Als je zelfs iemand als Peter R. de Vries, iemand die toch... heel veel contact heeft ook met criminelen, die criminele wereld ook heel goed kent. En die ook wist, en die ook altijd zei van, ik heb geen bescherming nodig. Die ook wel wist van, er zijn bepaalde... ook een crimineel heeft een code, heeft ook een grens. En wat je dus merkt is dat daar... Dat die code ook verdwenen is. Dat je vandaag de dag met criminelen zit, die er een hand niet voor omdraaien om ook journalisten van kant te laten maken. Dat is het eigenlijk. Want Peter R. de Vries heeft heel veel zaken kunnen oplossen met kennis van of uit het criminele milieu. Een van zijn beste contacten was Cor van Hout, een van de ontvoerders van Heineken. Heeft daar samen een boek mee geschreven, heeft ook zijn royalties daar grotendeels aan hem afgestaan. Dus hij wist ook wel van, het blijven criminelen, maar je kan daar iets mee afspreken. Je kan daar een soort gentleman's agreement mee hebben, ook al sta je aan weerszijden van een barrière. Hè. Dat is een lijn die je niet overschrijdt. En ik denk dat hij dat onderschat heeft, dat er nu een nieuwe generatie van criminelen is, die zelfs dat fatsoen niet meer heeft om afspraken te maken en eigenlijk gewoon in het wilde weg mensen begint te liquideren. Dat vind ik een heel kwalijke evolutie. En welk effect heeft dat eigenlijk op jou als persoon gehad, dat je vindt, dat is gebeurd geweest? Ja, dat is... Het is niet dat je niet meer op straat durft komen of dat je moet bang zijn dat je op de mer gaat afgeknald te worden. Absoluut niet. Maar het stemt wel tot nadenken. Oké, waar ben je mee bezig? Ik vind sowieso dat je als journalist toch het gevaar ook niet moet gaan opzoeken. Ik ben voor een reportage... over de cocaïne smokkel naar de haven van Antwerpen, ben ik naar Colombia gereisd. Ik ben naar het zuiden van Colombia, naar de grens met Ecuador getrokken. Ik ben daar tot met de coca-boeren gaan praten. We zijn urenlang door de jungle getrokken. We hebben die teruglabo's, waar de cocaïne gemaakt, we hebben dat allemaal bezocht.
Ik heb me op geen enkel moment onveilig gevoeld. Omdat je ook daarop... Ja, je bereidt je goed voor en je zorgt zeker dat je een aantal voorzorgen neemt. Maar het is niet dat ik gezegd heb van, en nu wil ik naar Medellin gaan en ik wil de grote coca-baas die alles... Ik moet die per se hebben voor de camera en dit en dat en zo. Soms moet je het ook niet gaan zoeken. Dus je moet voor jezelf ook altijd wel zorgen. En ja, allee... Maar in dit geval is het wel anders. Hè. Hier zit je met criminelen die vinden dat een journalist plots een bedreiging wordt. Of die vinden dat er een waarschuwing moet uitgestuurd worden naar anderen. Ja, dat is toch van een andere orde, denk ik. Ja. Nu, Bart Wever schreef ook in een artikel dat dat geweld zou overslaan naar België. Hoe kijkt jij daarnaar? Kijk, in C... Ik denk niet dat we als journalisten te bang zijn dat we omwille van onze berichtgeving hier gaan geliquideerd worden of zwaar bedreigd worden. Wat dat wel opvalt, is dat het criminele milieu, België en Nederland, is eigenlijk hetzelfde milieu. Dat is maar de grens. Of dat nu gaat over, we weten ook dat alle cocaïne die binnenkomt via de haven van Antwerpen, dat ook grotendeels voor Nederland bestemd is en van daaruit verder verdeeld wordt. Dus dat is eigenlijk bendes die opereren en die ook geen grenzen kennen. Dat is gewoon één gebied. Je ziet bijvoorbeeld ook in de kanten van Limburg, de Kempen, heel veel druglabs, ecstasy labs. En dat is ook... Vaak zitten die labs net over de grens ofwel aan de Belgische kant. En we weten ook die vaten die daar allemaal gedumpt worden met drugsafval. Dus dat is ook één grote bende. Dus ik denk... Je kan niet spreken over het Nederlands crimineel milieu en het Belgisch crimineel milieu. Nee, volgens mij loopt dat allemaal door elkaar. Dus, en wat er in Nederland gebeurt, vroeg of laat komt dat hier ook. Hè. Die liquidaties hebben vooral in Nederland gezien. Heel veel liquidaties, criminelen die op straat worden neergeschoten. Wat wij hier zien bij ons in Antwerpen, dat zijn die het beschieten van een gevel, het gooien van een granaat. Nu is het allemaal vuurwerk. Je voelt wel dat daar... Het is dezelfde methodiek, dezelfde modus operandi. Dus tuurlijk waait dat over. Maar bij een journalist vandaag de dag schrik moet hebben om nog op een publieke plaats of op straat te komen en dan met de kans dat je neergeschoten wordt, dat geloof ik niet in. Zijn er eigenlijk ook al hier al veel bedreigingen geweest tegen journalisten? Of heb je zelf ook al bedreigingen gehad eigenlijk? Ik ben eigenlijk nog nooit... Nee. Ik heb één keer... Maar dat was op een publieke plaats. Dat was een paar jaar geleden. Op het proces van de Aquino's in Hasselt. Die dan terecht stonden, de hele clan. Omwille van drugsmokkel. Mm-hmm. En dat is de eerste keer dat we de Aquino's ook te zien kregen. Al hun advocaten. Dat was echt een massaproces. Er waren meer dan 20... verdachten. En ja, je filmt dat dan en ik weet niet wie dat was van de uit die clan die dan naar de camera ging met zijn hand en die zei, ik maak die camera stuk en mocht dit niet, mocht dat niet en echt zo verbaal heel stoer doen. Ik heb s'avonds gewoon dat heel verslag, ik heb dat helemaal uitgezonden. Met de hand, met de commentaar om te zeggen van, voilà, meet de Aquino's. De volgende dag, ja, was het poeslief. Omdat ze dan ook beseffen van, ja, je maakt je niet sympathiek door de pers aan te vallen. Zwaar. En denk je dat geweld hebben we dan nog gewoon kunnen beheersen, zeg maar? Of gaat het alleen maar, ziet je ook echt wel in stijgende lijn gaan, de intensiteit van geweldpleging? Dat geweld is maar één aspect. Hè. Dat geweld is meestal als er geld aan te pas komt of als er geld verloren is gegaan. Wat mij verontrust, vooral in dat criminele milieu, is dat hoe dat die beginnen door te dringen in het economisch weefsel, hè, zoals het dan heet. Dat die beginnen restaurants en handelszaken op te kopen. Waar soms nog nooit een kat geweest is, maar die gevel wordt wel beschoten. Dus dat wil zeggen dat daar toch wel iets achter zit, dat misschien wel verworven is met crimineel geld. En dat is een trend die je ook in Nederland ziet, waar extra op gewerkt wordt door politiediensten.
En door het gerecht om te vermijden dat die economie gewoon ingenomen wordt of dat er geld gepopt wordt in die economie, dat er huizen, panden, weet ik veel, aangeschaft worden met crimineel geld. En die verwevenheid, hè. En dat gezien in operatie Sky, hoe ver het gegaan is, hè, dat je dus ook mensen hebt, niet alleen politiemensen, die gearresteerd geweest zijn, mensen in administratie, gemeentebestuur, mensen die toegang hebben tot mensen van douane. Je voelt dan wel die infiltratie in het gewone. En dat is, hoe zou ik zeggen, de ondergrond die probeert naar de bovengrond, de bovenwereld, de echte economie, de echte maatschappij door te dringen. Dat vind ik eigenlijk wel een verontrustende trend. Minder dan het geweld. Ja, gaat die trend nooit niet constant blijven? Dus die verwevenheid tussen die twee werelden, zeg maar, gaat dat niet iets zijn wat altijd gaat blijven terugkomen? Ja, maar dat is ook, hè. Dat is, en je hebt nu... jammer genoeg heb je dan altijd incidenten nodig, zoals bijvoorbeeld met Peter R. de Vries. Maar en nog niet zo lang geleden, pak 20 jaar geleden, had je in Italië een onderzoeksrechter, Falcone, mm-hmm. die achter de maffia aanging. De man is opgeblazen in zijn wagen. Hè. Dus dat heeft enorm veel beroering veroorzaakt, heel veel ook teweeggebracht. En op een bepaald ogenblik verliest de criminaliteit zijn aanzien, mag ik niet zeggen, maar zijn, hoe zou ik zeggen, elke geloofwaardigheid of elke respect of wat dat er ook mocht zijn, of aanzien of macht. En als het moment, en dat is wat er in Nederland nu gebeurt, het moment dat je begint journalisten op straat neer te schieten, dan weet je ook van, nu ligt de jacht helemaal open. Dus nu zal justitie, politie, zal daar zonder meedogen tegen ingaan. Het jammer is dat daar eerst iemand voor moet sterven. Bij ons, het geweld dat we gezien hebben, is eigenlijk nog vrij beperkt. Hè? Het beschieten van een gevel. En er is wel eens iemand in een nachtwinkel ook beschoten. Maar dat blijkt toch altijd toch wel interne afrekeningen te zijn. Maar goed, ik vind een onschuldig op straat neerknallen of familieleden, dat is al een ander kaliber. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat je dan, en dat is ook iets wat mij bijgebleven is van Peter R. de Vries, die dan zei van, ik zeg niet dat hij geen schrik had of dat hij roekeloos was, maar hij zei, dit mag geen invloed hebben op wat ik doe of wie ik ben. En hij zei ook van, kijk, als je je daardoor laat intimideren of bang maken, zit je op de verkeerde plaats, dan moet je ook geen journalist of geen misdaadjournalist worden of moet je niet doen wat ik doe. En zei dat dan lacherig van, dan moet je maar voor Libel gaan schrijven. Voor een vrouwenblad. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt, hoor. Je bent als journalist, kom je in contact, zeker als misdaadjournalist, kom je in contact met verschillende werelden. En je moet daar gewoon een stand houden. Hoe bewaar jij dan ook die grenzen, omdat je ook al veel criminelen hebt ontmoet? Ja, hoe die verstandhouding, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat juist in zijn werk dan? Of hoe probeert Kijk, het belangrijkste, hè, is dat je altijd in je rol blijft als journalist. Je hebt, vandaag heb je een ontmoeting met iemand van de politie, morgen met een advocaat, overmorgen met een magistraat, een andere dag met een crimineel. Maar dat wil niet zeggen, omdat je met een politieman of vrouw een gesprek hebt, dat je dan ook een politieman of... Je blijft in je rol van journalist. Dat is ook een zuivere lijn. Het is niet omdat je met criminelen omgaat of daar gesprekken mee hebt, dat je dan plots een van hen bent. Dus je moet altijd in jouw rol blijven. En dat is iets waar ik altijd op let. Ik heb heel veel contact met politiemensen, ook omwille van mijn programma. Maar ik heb enkele jaar geleden, toen er... Ik weet niet of je dat nog herinnert, er was een rapport van de Algemene Inspectie van de Politie over misbruiken bij de repatriëring
bij de luchtvaartpolitie, mm-hmm. waarbij de politiemensen die dan iemand repatrieerden, first class vlogen, de duurste hotels boekten, nog op kosten van de staat naar de hoeren gingen en daar nog eens een vakantie aan vastmaakten. Dat stond in een zeer vernietigend rapport dat lange tijd in een schuif heeft gelegen. Als ik zo'n rapport in handen krijg, ik heb dat uitgebracht, dan ga je zeggen van ja, maar en je contacten dan bij de politie? Wel, je moet daar gewoon rücksichtsloos in zijn. Je moet dan val je terug in je rol van een journalist. Ik hoef niemand te beschermen om contacten te behouden of wat dan ook. Ik heb ook heel veel contact met militairen. Ik heb zelf enkele jaren geleden een opleiding gevolgd van een jaar aan de Koninklijke Militaire School. Cool. Dus ik heb die contacten. Maar als dan, zoals enkele weken geleden, als ik de hand kan leggen op die filmpjes met die stripper die in de kazerne tegen alle regels in, veiligheidsregels, coronaregels, daar een stripper laat uitnodigen en de hele avond zitten te vieren en te feesten, dan breng ik dat ook uit. En ik ga dan niet denken van, oei, wat gaan mijn contacten bij Defensie daarvan vinden en gaan mij misschien minder graag zien. Nee, ik doe dat gewoon. Dus waarom? Omdat je valt. Je moet altijd terugvallen op je rol van journalist. Ik hoef niet iemand te sparen of ik hoef niemand uit de wind te zetten of iemand te beschermen. Dat is mijn taak als journalist, nee. Dus zelfs als er zaken gebeuren met mensen uit jouw wereld en je moet die... Je doet je taak als journalist, dan breng je dat gewoon uit. Punt. Dat is het ook, hè. Ja. Dus die rol vind ik heel belangrijk dat je in je eigen rol blijft. Ja. Nu, je hebt ook twee boeken geschreven, ook over twee assiseprocessen van de parachutemoord mm-hmm. en de kasteelmoord. Ik vond dat twee bijzondere processen, maar vooral die van de parachutemoord, omdat daar ook de vrouw in kwestie ook is veroordeeld geweest. Zonder enig fysiek bewijs, mm-hmm. als ik me niet vergis. Mm-hmm. En dat vind ik toch wel opmerkelijk, Farouk, omdat ik dan denk van ja, ik kan dat ook geen gevaarlijk precedent worden, want dan is het eigenlijk puur op basis van perceptie of motief dat eigenlijk iemand veroordeeld is geweest, zonder dat je daar echt bewijs van hebt gehad. Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom ik tegen het hele systeem van een volksjury en tegen een assiseproces ben. Ik ben daar geen voorstander van. Omdat, zoals je zegt, als 12 mensen overtuigd zijn dat iets gebeurd is, ook al is daar nul bewijs voor, dan is dat zo. Dan is dat de juridische waarheid. En de bewijsvoering in strafzaken is vrij. Dus dat wil zeggen dat jij als... jij kunt met gelijk welk bewijs afkomen, of alles wat geldt als bewijs, om dat aan te tonen. En in dit geval was er geen getuige. Hè, over de parachutemoord, er was geen getuige. Het moordwapen, een schaar, is nooit teruggevonden. Er was geen DNA. Er was enkel een motief. In hoofden van Els Klottermans. Maar andere mensen hadden ook een motief. Maar goed. En de jury... Eigenlijk had het Openbaar Ministerie weinig in handen, vond ik. En wie daar eigenlijk vooral de zaak heeft doen kantelen, in het nadeel van Els Klottermans, is Jeff Vermassen. Hij heeft gepleit en het pleidooi is ook vrij. Hij kan beweren wat hij wil, als de jury daarvan overtuigd is. En hij heeft de jury kunnen ompraten. Ik noem dat ompraten. Dat is ook, daarom ben je ook advocaat, hè. Je moet... Zo'n goede advocaat. Hij heeft de belangen van zijn cliënt heel goed verdedigd. Maar goed, de juridische waarheid is dat Els Klottermans schuldig is aan de sabotage van de parachute. En daar 30 jaar heeft voor gekregen. En wat ik bijvoorbeeld enorm bewonder bij Peter R. de Vries, is dat hij die juridische waarheid nooit altijd geaccepteerd heeft. Als hij echt overtuigd was dat, zelfs als iemand veroordeeld was, als hij
En iemand zei, ik heb het niet gedaan. En hij was ervan overtuigd dat er wat rammelde aan de bewijsvoering. Dan ging hij daar tegen in. Dan begon hij zelf een onderzoek te voeren. Ging zelf op zoek naar de feiten. Ging zelf met mensen praten. En er zijn een aantal gevallen bekend waar hij zelf de dader heeft gevonden. Waarbij dan de dader uiteindelijk wel veroordeeld is. En de onschuldig veroordeelde is vrijgelaten met een forse schadevergoeding. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel straf aan Peter R. de Vries, is dat hij ook die juridische waarheid in vraag durfde stellen. In België wordt dat niet gedaan. Hè, want er is iemand veroordeeld en dit is het. Je mag daar niet aan tornen, want als je dat in vraag stelt, dan stel je de rechtsstaat in vraag. Alsof mensen geen fouten kunnen maken. Ik ben daar toch wel veel voorzichtiger in. Ja. Het is wel bewonderenswaardig en inderdaad dat hij alsnog zijn eigen onderzoek startte voor... Ja, maar dat is ook. Die zaken zijn beschreven, eigenlijk de Puttense moorden. Dat gaat over twee broers die beschuldigd werden van een moord. En uiteindelijk ook daarvoor veroordeeld zijn, onschuldig hebben vastgezeten. En pas achteraf is dan gebleken wie dat dan de echte dader was. Ook een andere zaak... Ik kan nu even niet op de naam komen van iemand die verdacht werd en veroordeeld is voor de moord op een kind. Misbruik en moord op een kind. En achteraf bleek de dader iemand anders te zijn. Dus ja, maar de bewijs, hoe zou ik zeggen, onderzoeken worden in Nederland ook helemaal anders gevoerd dan in België. Daar werkt de politie vooral à charge. En is de onderzoeksrechter, eigenlijk de rechtercommissaris, heeft daar een heel andere functie. Die moet vooral waken dat... is niet vergelijkbaar met de functie van... met de rol van de onderzoeksrechter bij ons. In Nederland voert de politie het onderzoek. Op vraag van het parket. Dus het is sowieso een eenzijdig onderzoek, terwijl bij ons wordt het onderzoek gevoerd door de onderzoeksrechter, die à charge en à décharge, als iemand zegt, ja, maar ik heb dat niet gedaan, ik kon het niet gedaan hebben, want dan moet hij daar rekening mee houden. En soms wordt dan iemand ook buiten vervolging gesteld. Dus, ja. Ik heb nog een paar laatste vragen. Dat zijn vragen die weinig vertend houden. Allee, rekening houden met de vorige vraag. Maar die ik wel graag zou willen stellen soms. Wat is de grootste misvatting dat mensen van u hebben, Farouk? Misschien dat ik allemaal spannende dingen beleef op een dag. Maar dat valt eigenlijk allemaal wel mee, hoor. Of dat ik mensen ontmoet in parkeergarages die u dan... enveloppen met informatie doorgeven. Wat ook gebeurt. Maar goed, maar het is niet elke dag dat het gebeurt. Of dat ik op geheime plaatsen ontmoetingen heb met mensen die dan willen afspreken om informatie door te geven. Wat ook wel gebeurt, maar het is niet dat dat constant is. Ja. Maar goed, ik denk dat... wat ik doe, misdaadverslaggeving, gerechtsverslaggeving, vind ik eigenlijk toch wel heel boeiend. Maar het is een genre op zichzelf, zoals ook politieke verslaggeving, financiële, economische berichtgeving, sociale berichtgeving, buitenland, fait divers, is echt wel... Het mooie aan die gerechtsverslaggeving is dat je eigenlijk alle fasen doorloopt. Hè, van het moment dat er een misdrijf gebeurt, iets wat sowieso mensen altijd intrigeert en triggert, als er iets kan een inbraak zijn, kan ook vaak een moord zijn of een of ander. En dat je dan gaandeweg meer en meer te weten komt over het slachtoffer, over het motief. Wordt de dader gevonden? Wat gebeurt er met de dader? Tot en met de veroordeling, als die gevonden wordt, tot de eindstap. Dat vind ik eigenlijk wel, die hele cyclus, dat vind ik eigenlijk wel boeiend. Ja, want waarom dan ook specifiek die misdaad? Heb je misschien een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid? Of hoe die keuze om dan specifiek voor die... Ja, het is ja,
heeft mij altijd toch wel geïntrigeerd, misdaadverslaggeving. En ik moet zeggen, ik was nog maar pas begonnen bij VTM, mm-hmm. toen er in Aalst een inbreker twee politiemensen heeft doodgeschoten, die hem betrapt hadden. En wat had hij gestolen? Wat koffie en sigaretten en wat hij in de kolruit van Aalst kon vinden. En Aalst, dat dan juist uit de dramatische Bende van Nijvel kwam, we spreken over, denk 92 of 93. Dus dat was een hele schok. En ik werd 's nachts opgebeld door mijn eindredacteur, die zei, je moet nu naar Aalst vertrekken, want er is een schietpartij geweest, politiemensen doodgeschoten. En ik ben dan daar naartoe gereden. En toen was het eigenlijk nog helemaal anders dan nu. Nu kom je al aan nadarhekken en een perimeter. Toen, ik weet niet of je Aalst kent, maar je komt dus over de brug en dan de kolruit is daar beneden. Dus ik rij over de brug en ik zie al meteen de zwaailichten. En ik kon eigenlijk zelfs mijn wagen vlakbij parkeren. Ik kon daar naartoe gaan. De cameraman was daar ook. We hebben beelden gemaakt. Wat we konden doen aan de buitenkant. Werd ook niet meteen weggejaagd. Dus ik heb daar mijn verslag uitgebracht en de dader was denk ik zelf de nacht nog gearresteerd. En de volgende ochtend was er een persconferentie van de procureur, ben ik ook naartoe geweest en ik heb dan 's middags mijn verslag, of 's avonds heb ik mijn verslag kunnen maken. Ik denk dat we nog geen middagnieuws hadden toen. En ik kreeg toen heel veel complimenten van mijn hoofdredacteur, van mij, dat was goed gedaan. En ik voelde mij ook heel goed in dat verslag. In die zin, ik was daar ter plaatse geweest, ik had dat kunnen filmen, ik had die persconferentie gevolgd, ik heb vragen kunnen stellen. En ik dacht van, dit wil ik wel meer doen. En op dat moment hadden wij al een aantal journalisten op de redactie. Dus het was eigenlijk ook niet dat je daar zomaar meteen kon zeggen van, ah, ik wil dat ook blijven doen. Dus ik heb dat altijd wel gedaan in tweede lijn en als de rest van uw berichtgeving. Maar gaandeweg, ja, begin toch meer en meer onderwerpen voor te stellen uit justitie, uit politie. Je begint daar contacten op te bouwen en voilà. Ik denk dat ik de laatste 15, 16 jaar eigenlijk nu uitsluitend gerechtsverslaggeving doe. Ja. En ja, goed. Wat is een van uw slechtste gewoontes? Een van mijn slechtste gewoontes? Ja. Maar dat is wel... Eén is voldoende, hè, Farouk? Ja. Ik ben nu gewoon aan het denken. Wat is de vraag is, vind ik dan een slechte gewoonte of vindt iemand anders dan een slechte gewoonte? Wat heeft misschien met mijn aard te maken, mijn koppigheid, is als ik iets wil te weten komen. En als je iets wilt te weten komen en je geraakt er niet aan. Mensen schepen je af of willen niks zeggen. Dat is aan mijn aard. Ik laat mij absoluut niet graag afschepen. Dus ik ga dan proberen langs andere wegen toch aan die informatie te geraken. Of via. Dus bij mij is een nee niet altijd een nee. Dus ik probeer altijd wel aan... En dat is een vorm van koppigheid, maar op een vasthoudendheid, een doorbijten en niet loslaten. Dus als iemand contacteert en die zegt van, het zit zo en zo in elkaar, oké, dan heb ik een antwoord, kan ik dat nog altijd checken en zo. Maar als iemand zegt van, van mij gaat er niks vernemen, dit en dat en zo, dan wil ik wel weten, wat valt er hier te verbergen of waarom niet of zo. Dus dan ben ik heel rap getriggerd. Dus ik laat niet rap los. Dat is goed en slecht natuurlijk. Hè? Ja, voilà. Dat is het. Waar krijg jij kippenvel van en waarom? Kippenvel, dat is dan ook professioneel hoor. Weet je, in mijn programma tonen wij altijd de lelijke kant van de misdaad. Omdat wij meestal contact hebben met slachtoffers. Mensen die
thuis overvallen zijn, of op hun werk overvallen zijn, of nabestaanden zijn van misdaden. Misdrijven, verkrachting, overval, moord. En als je dan, hoe zou ik zeggen, ik probeer, ik had het wel anders verwoorden hoor, ik ben tegen het verheffen van mensen, of van criminelen tot helden. En dat is iets typisch Hollywood, waarbij je een overval of een of ander misdrijf, hoe geraffineerd ook, als een heldendaad beschouwt. En dat je zegt van, amai, die bankoverval, dat is toch wel clever gedaan, hoe dat die dat aangepakt hebben. En ze hebben een tunnel gegraven en ze hebben dat gedaan en dit en dat en zo. Maar dat is toch wel knap. Ik vind de criminaliteit, ik vind daar eigenlijk niks heroïs aan. Ik vind dat gewoon laf. Want uiteindelijk ga je met iemand zijn centen lopen, soms. Moet iemand daar zelfs voor sterven? Moet er iemand heel zwaar voor afzien? Als je praat met slachtoffers van mensen die in hun huis overvallen worden, die geslagen worden, die onder bedreiging geld of juwelen of wat dan ook moeten afgeven, dan voel je wel van, ja, hoe gemakkelijk is het om iemand een pistool onder zijn neus te duwen of iemand te slaan of af te dreigen. Als je praat met een bejaarde vrouw die op straat van haar handtas, dat is een cushiontrekker, dus echt handtas afgetrokken, maar zodanig getrokken dat die vrouw op de grond valt, haar heup breekt of haar bekken breekt en eigenlijk voor zichzelf kan zorgen en die ik dan bij moet gaan interviewen in een rustoord en die zegt, ik ben hier niet graag. Ik was perfect gelukkig thuis en nu, ik kan niet meer voor mezelf zorgen, ik zit hier nu, ik ben niet mobiel en voor wat? Voor 50 euro. Had die gast mij gezegd, geef mij uw 50 euro, geef mij uw hand als ik had ze met plezier gegeven. Al is het maar om mij. Dus dat zijn zo de verhalen waar ik eigenlijk niet goed van word. En ik denk dan ook, als je dat soort zaken, door dat te brengen in mijn programma, als je die kunt helpen oplossen, als je die dader kunt vinden, dan heb ik daar een goed gevoel aan over. Journalistiek gaat niet over voor jezelf een goed gevoel te hebben. Nee, je taak is om te informeren, zaken aan het licht te brengen. Maar als je ook, zeker in die misdaadverslaggeving of het genre dat ik dan doe, die opsporingsreportages, als je daar, als dat kan leiden tot het vinden van een dader en eigenlijk genoegdoening voor het slachtoffer, dan vind ik dat eigenlijk toch wel goed. Dus ik sta eigenlijk vooral aan de kant van de slachtoffers. Wij tonen het leed van de slachtoffers, wat hen aangedaan wordt. Dus ik heb daar totaal geen compassie met misdadigers, absoluut niet. Dus ik sympathiseer daar ook niet mee, op geen enkele manier. En ik vind dat dat eigenlijk iets is wat de afgelopen jaren veel te veel gedaan is. Ook bijvoorbeeld van Patrick Hamers, dat werd dan bijna als de glamour boy voorgesteld. Terwijl dat eigenlijk een ordinaire bankovervaller is of iemand die... ik heb daar geen andere woorden voor. Ja. Als België tegen Turkije speelt, ben je dan ook iemand die gaat toeteren op de straat bij een overwinning? Nee. Ik ga niet toeterend door mijn gemeente rijden. Ik doe dat nog voor de Rode Duivels, nog voor de Turken. Ik ben eigenlijk een heel slechte supporter. Ik heb tijdens het afgelopen EK met heel gemengde gevoelens uiteraard supporteren wel voor de Rode Duivels. En als ze winnen, is het allemaal goed. En als het gaat, dan ben je daar fier op. En als ze verliezen, ja, oké, okay, dan ben ik wel vrij snel down to earth terug. Ik hoef mijn verdriet niet te verdrinken of ik moet niet... Daarover, over gemiste kansen of zo. En ik ben eigenlijk een heel slechte voetbalsupporter of supporter toekoer. Om ons gesprek te eindigen met een quote van Peter de Vries, of toch geparafraseerd alleszins. Farouk, will you ever bend the knee? Will you ever bend the knee? Wacht, hè. Hoe was het precies?
You can live in freedom. Ik ken ja, hij, ken hij zegt, ik ga nooit niet op mijn knie zitten voor... Nee, voor, nee wat hij zegt is eigenlijk... Vrijheid is. Ja, 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 voilà. Hij zegt, je kan nooit vrij zijn als je altijd leeft op je knieën. Hè? Dus... ik vond dat wel eens... Ik kende eigenlijk dat nummer. Het komt uit een, nummer. Ik kende het ook niet, maar ik vind het wel heel straf. En Peter de Vries had het ook op zijn lichaam getatoeëerd, ja. Ook die spreuk. Maar dat is ook, hè. Hij heeft ook... Met die vrijheid bedoelt hij, je mag slaaf zijn van niemand. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn. En dat is ook wat ik eerder gezegd heb, van... ik voel mij in mijn vak als journalist en ook als mens, voel ik me heel vrij. Ik vind dat ik enorm veel vrijheid krijg om te doen en te mogen doen wat andere mensen niet kunnen. Bijvoorbeeld in een gevangenis binnen te dringen, waar dan ook, of op reportage gaan naar de gekste plaatsen. Dus die vrijheid, ik hoef van niemand af te hangen. Ik hoef ook niemand in de ogen te kijken. Dus die vrijheid heb je wel nodig. Zeker in het werk dat ik doe. Ik hoef niemand te beschermen. Ik heb maar één publiek. Dat is, maar één doel is mijn publiek te informeren en probeer zo correct mogelijk feiten te brengen. En dat is ook wat mensen verwachten van jou, hoor. Dat valt mij op. Mensen vaak de reactie die dan krijgen, hè? Mensen die dan een hele weg hebben doorlopen met verschillende instanties en dan ergens verder geraken of opgelicht zijn en dan zeggen ze, en nu stap ik naar de pers. En dat is zo, mensen zeggen, dat is een valabel, dat is zo'n heel sterk argument, hè? Ik ga daarmee naar de pers en ik ga het hier niet bij laten. Dus. Maar dat betekent ook dat de pers ook die rol moet opnemen van, ik ga dat ook niet laten passeren, we gaan dat ook aan het licht brengen. Begrijp je? En dat is een rol die ik wel heel ernstig neem. Ja. Als mensen die verwachting hebben dat je als journalist, als pers iets kunt betekenen, vergeet ook niet, alleen dat is een cliché, hè, zo, we zijn de waakhond, hè, we zijn de vierde macht. Maar je moet dat ook wel doen, hè. We zijn ook een controlerende instantie. Wij hebben ook een signaalfunctie. Als er zaken mislopen, mensen verwachten dat ook, dat je die aan de kaak stelt. Dat je politici in de gaten houdt. Maar evengoed ook justitie is ook een van de machten. Hè? Dus we moeten die ook. Ik ben daar ook heel kritisch voor. Dus. En zolang dat je die vrijheid hebt om te doen. En dat je niet gebonden voelt door deze of gene. En ga ik vrienden maken, ga ik vijanden maken. Dan mag je allemaal geen rekening mee houden. Als je die vrijheid hebt, ja, dan kan niemand of niks jou tegenhouden. Ja, mooi gezegd. Ja. Vaarlijk, ik wil je super bedanken voor uw tijd. En ik wens je nog een superleuke vakantie. Dankjewel. En veel succes met de podcast. Ja, dankjewel.